Wat word jij toch al een grote jongen. Ik ben een knul van 4 en ik maak graag plezier. Steeds erop uit, ik heet Kajoe. Ik ga graag aan de slag, zo leer ik elke dag. Kom met me mee, ik heet Kajoe. Elke dag is anders. Iedere keer met mama en papa ontdek ik steeds meer. Groter groeien valt best mee, soms wel wat zwaar, oké. Gilbert, het is maar een storm. Daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Caillou wist dat het alleen de wind was die blies. Maar hij was toch een klein beetje bang voor de storm. Rosie! Rosie, gaat alles goed met je? Ik ben bang! Je hoeft niet bang te zijn, Rosie. Caillou wist dat Rosie veel banger was dan hij zelf. Hij wilde zijn kleine zusje helpen, zodat ze niet zo bang meer zou zijn. Dat is gewoon de wind die blaast, Rosie. Hij doet zo... Ga maar slapen, Rosie. Welterusten, Rosie. Welterusten, Caillou. Caillou was blij dat Rosie zich beter voelde. Sterker nog, hij voelde zichzelf ook beter. Hij was niet bang meer voor die gekke storm. De volgende dag bracht mama Caillou naar de peuterschool. Zo te zien heeft het vannacht behoorlijk gestormd. Gelukkig zijn we er niet wakker van geworden. Oh, kijk, de storm heeft die eikenboom omver geblazen. Oh, wat jammer zeg, het was zo'n mooie oude boom. Gaat het goed met hem? Ik vrees van niet, Caillou. Zijn wortels zijn uit de grond. Maar ze planten daar vast wel weer een nieuwe boom. Bomen zijn heel bijzonder. Zonder een boom zou die plek er minder mooi uitzien. Als Caillou naar de peuterschool ging, zag hij die boom altijd staan. Hij vond het jammer dat de boom er nu niet meer stond. We zullen een omweg moeten maken. Wat betekent omweg? Dat betekent dat we niet via dezelfde weg naar de peuterschool toe kunnen. Daarom nemen we een andere weg. Ik heb een grote boom gezien, die was gevallen. En hij lag gewoon midden op de weg. Die heb ik ook gezien. De wind heeft hem omver geblazen. Hé, Caillou. Deze paarden hebben vast flink gewiebeld tijdens de storm. Goedemorgen. Door de storm van vannacht is ons speelplein nu een rommeltje. Dus vandaag gaan we opruimen. Helpen jullie ook mee? Is ja! Goed. Kijk, die vogel maakt zijn nest weer heel met die tak. Ik leg er een paar neer voor als de vogel ze nodig heeft. Caillou en zijn vriendjes werkten hard door, totdat het speelplein weer helemaal opgeruimd was. Dat ziet er veel beter uit. Bedankt voor jullie hulp. Met al die hobbels kunnen we geen autootje spelen. Dan bouwen we een weg. Ja, we bouwen gewoon een weg. Ik weet precies wat we nodig hebben. Ik ben zo weer terug. Ik bestuur de bulldozer die het pad vrijmaakt voor onze weg. Vroom, vroom. Ik bestuur de truck die het hete asfalt stort. Klok, 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 woesh. En ik bestuur die wagen met dat rollende ding. Dat was fantastisch. Dank u wel. Juffrouw Martin, hoe heet die grote wagen die over dingen heen rijdt en ze plat maakt? Dat heet een stoomwals, Leo. Een stoomwals, ja. Ik bestuur dus de stoomwals. Vroom, vroom, vroom. Wacht eens, waar gaat onze weg eigenlijk heen? Naar dat meer onder de schommels. Goed idee. Ja. Vroom, vroom. Thank you.
Zet de wagen stil. We kunnen geen weg bouwen door de rivier. Dus moeten we... Een brug bouwen. We kunnen aan iedere kant 2 blokken neerzetten en 1 in het midden van de rivier. Pas op, de hijskraan komt eraan. De hijskraan komt eraan. Goed zo. Lager. Lager. Perfect. Hier kunnen wel 10 olifanten overheen lopen. Maar is hij ook stevig genoeg om 1 reuzenvoet te dragen? Nee! Zo stevig is hij niet. Ah, dat is jammer. Zullen we verder gaan met de weg? Vroom, 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 vroom. Oesh. Oesh. Stop! Deze berg is veel te steil. We zullen een tunnel moeten graven. Ik begin met graven aan deze kant. Ik kan je zien. Kijk, hier staat een grote oude boom. Dat is niet zo slim, Clementine. Nu staat hij in de weg. Ga er overheen, Caillou. Caillou herinnerde zich de grote boom die op de weg was gevallen. En wat zijn mama had gezegd over bomen. Nee, we moeten hem met rust laten. Bomen zijn bijzonder. Er wonen vogels in. Dus we zullen een omweg moeten maken. Wat is dat? Een omweg betekent dat je op een andere manier ergens moet komen. We gaan gewoon om de boom heen. Vroom, vroom. We zijn bij het water aangekomen. We zijn klaar. En met deze boot kun je ritjes over het meer maken. Ik heb geen boot nodig. Ik ga lekker zwemmen. Jongens, komen jullie naar binnen? Dan vertel ik een verhaaltje. Oké, dan ga ik later wel zwemmen. Wie het eerste binnen is. Kijk! Zet hem op, eekhoorn. Het bouwavontuur van Caillou. Mama, kunnen we ook boterhammen met jam maken? Dat is mijn lievelingseten. Is goed, Caillou. Caillou vond het leuk om zijn moeder te helpen. En vandaag waren ze een heleboel boterhammen aan het maken. Mag ik het doen? Zo, hij is klaar. Wat goed zeg. Dan snij ik hem wel door midden. Kijk, nu zijn het er 2. 2 driehoeken. Oh nee hoor, het is nog geen etenstijd. Dat is vast een speciale Caillou aardbeienjamboterham. Zal papa hem voor je in de doos doen? Zo, wat veel. Laten we maar snel gaan. Ze hebben veel werkers nodig om het huis te bouwen. Mag ik dan mee? Ik wil ook een huis bouwen. Het spijt me, Caillou. We zijn straks heel druk aan het werk. En er is daar niets voor je om mee te spelen. Maar je hebt ons al goed geholpen door lekkere boterhammen te maken voor de werkers. Caillou wilde nog steeds erg graag met papa en opa mee. Hij wilde helpen met het bouwen van het huis. Misschien kan Caillou toch wel even met jullie mee. Ik breng eerst Rosie naar oma toe en daarna kan Caillou met mij mee als ik jullie de lunch kom brengen. Dat lijkt me een uitstekend idee. Joepie, laten we gaan. Joepie, laten we gaan. Papa, opa en een heleboel andere mensen waren een huis aan het bouwen voor een gezin dat geen huis had. Caillou vond het heel erg spannend. Hij wilde dolgraag zien wat iedereen aan het doen was. Even wachten, Caillou. Veiligheid is heel erg belangrijk hier. Daarom dragen we werklaarzen om onze voeten te beschermen. Ik heb ook mijn werklaarzen aan. Goed zo. We hebben ook helmen om ons hoofd te beschermen. Welke wil jij hebben? Ik
Ik wil helpen. Je kunt me helpen door deze spijkers te dragen. Oké. Deze plek kan heel gevaarlijk zijn, Caillou. Je moet goed opletten en heel erg voorzichtig zijn, oké? Hoezo? Nou, je wilt niemand voor de voeten lopen terwijl ze aan het werk zijn. Blijf maar gewoon bij mij en opa in de buurt. Caillou was wel een heel klein beetje bang. Maar hij voelde zich veilig zolang hij maar bij papa en opa in de buurt bleef. Hij vond het leuk om de mensen te zien werken. Hallo, zal ik u een handje helpen? Tot straks. Hoi Sam, dit hier is mijn zoon Caillou. Leuk om je te ontmoeten, Caillou. Ik kan wel wat van die spijkers gebruiken. De mijnen zijn op. Oh, alsjeblieft. Dank je. Ik heb ze nodig om deze muur af te maken. Daarna tillen we hem omhoog, oké? Caillou vond dit helemaal niet op een muur lijken. Wil je helpen, Caillou? Aha. Dan mag je tot 3 tellen. Dan beginnen we allemaal tegelijk met tillen. 1, 2, 3, tillen! Wauw, het is echt een muur. Met heel veel gaten erin. Dat hebben we zo weer opgelost. Als iedereen helpt, is ons huis helemaal klaar voor je het weet. Het gezin van Sam gaat hier wonen als het huis klaar is. Kijk, daar loopt de zoon van Sam. Misschien heeft hij wel zin om te spelen. Hoi, ik ben Caillou. Ik ben Frankie. Help je ook mee? Caillou was heel blij dat hij mocht helpen. Hij voelde zich een echte huizenbouwer. Caillou? Caillou? Ik denk dat we nu wel genoeg grind hebben. Fijn dat je zo hard hebt gewerkt. Gaat dit echt je nieuwe huis worden? Ja, nu wonen we in een appartement. Maar als het huis klaar is, krijg ik eindelijk mijn eigen kamer. Wil je hem soms zien? Papa, mag ik de nieuwe kamer van Frankie zien? Alsjeblieft? Tuurlijk, maar ik ga wel met jullie mee. Denk eraan, we moeten voorzichtig zijn hier. Dit is hem. Mijn kamer. Joepie! Wat is hij groot! En dit wordt straks mijn raam. Vanaf hier kan ik de hele straat zien. Dit gaat een hele mooie kamer worden, Frankie. Daar heb je mama! Je weet wat dat betekent. Etenstijd! Dankjewel. Jam! Oh, daar ben ik gek op. Ja, ik ook. Caillou vond zijn nieuwe vriendje Frankie erg aardig. Dat ziet er nat uit. En het is ook zacht. Kijk. Zeg, wat zijn jullie aan het doen? Ik heb een idee. Jullie hebben geholpen met het huis, dus laat een teken achter. Misschien een handafdruk? Oké, Caillou. Het is tijd om te gaan. Kijk, mama. Mijn handafdruk. Dag, Caillou. Kom je bij me spelen als mijn nieuwe huis klaar is? Oké, dag. Caillou wilde heel graag naar Rosie en oma toe, zodat hij ze over zijn grote bouwavontuur kon vertellen. Samenwerken! Hey Leo, zullen we samen een kasteel bouwen? Goed, Caillou! Door samen te werken kunnen we alles aan.
We bouwen een kasteel dat voor altijd blijft staan. We nemen onze tijd en we werken als een team. We doen het stap voor stap, dan zul je het wel zien. Eerst de juiste spullen, dan verder met het lied. Een tractor die kan sjouwen. Vergeet de bulldozer niet. We tekenen een plan en we kiezen een plek. Eerst krijgen deze bomen een andere stek. Dan gaan we scheppen echt heel erg veel. Want we willen een ontzettend groot kasteel. Dit wordt ons kasteel, het wordt heel erg hoog. Kijk uit voor het water, dan blijft ons kasteel droog. Daar heb je de draak, dus we bouwen een brug. Haal de brug omhoog, maar doe het wel vlug. We zijn bijna klaar, de brug zit eraan. Sst, stil zijn, er komt iets aan. Snel wegwezen, het is de draak. Foei! Door samen te werken kunnen we alles aan. Een huis in de lucht. Het was een prachtige zomerdag. En Caillou, de ontdekkingsreiziger, had een mierenheuvel gevonden. Rosie, kijk eens wat ik heb gevonden. Ah. Je hoeft niet bang te zijn, Rosie. Papa! Het zijn maar kleine miertjes. Mieren doe je toch geen kwaad, toch, papa? Ja, sommige mieren bijten. Maar de mieren die wij hier hebben niet. Die zijn niet gevaarlijk. Kom, vliegtuigje spelen. Wee! Caillou vroeg zich af hoe het zou zijn om heel erg klein te zijn. Net zoals een mier. Ik neem wel op. Hallo? Ja, dat klopt. Met wie spreek ik? Oh, echt waar? Wat leuk om je weer eens te spreken. Hoe gaat het met je? Mag ik eens kijken? Tuurlijk, maar ze zijn heel erg klein, dus je moet deze gebruiken. Ze kriebelen. Ik wil ook. Dat was Caroline. Ken je Caroline nog, die bij ons op school zat? Ze is verhuisd naar de stad en vroeg of ik zin had om langs te komen. Ze heeft ook een zoontje, Caillou. Zijn naam is Kevin en hij is 4 jaar. Ik ben ook 4. Mag ik met je mee, mama? Natuurlijk mag dat, maar het is een lange autorit. Ik zou wel wat boekjes meenemen. Het was een hele, hele lange reis. Zijn we er al, mama? Nee, Caillou, maar we zijn in de buurt. Caillou wist dat hij geduldig moest zijn en moest wachten. Maar het leek wel alsof ze nooit aan zouden komen. Zijn we er nu al? Nog niet. En zijn we er nu dan? Nee. Caillou verveelde zich. En zijn we er nu dan? Ja, we zijn er. Waar is het huis van Kevin, mama? Kevin woont hier in dit flatgebouw, heel hoog op de 17e verdieping. Wauw! Hoge gebouwen zoals dit noemen ze wolkenkrabbers, Caillou. Weet je waarom? Omdat ze zo hoog zijn dat ze de wolken krabben. Heel goed. Zullen we nu naar boven om Kevin te ontmoeten? Caillou had nog nooit iemand ontmoet die in de lucht woonde. Hij wilde zo snel mogelijk naar binnen toe. Dank u wel. Dank u wel. Graag gedaan, hoor. Mag ik op het knopje drukken? We moeten naar 17. 1, 7. Mama, mijn buik voelt een beetje raar. Dag, bedankt voor de lift.
waarom zijn er zoveel deuren? Iedere deur leidt naar een ander appartement waar een ander gezin woont. Hoe weet Kevin dan welke deur van hem is? Elke deur heeft zijn eigen nummer, zie je? Kevin woont op nummer 10. Oh. 8. 9. Hier is het. Nummer 10. Hallo, jongens. Caroline. Wat leuk om je weer te zien. En dit is vast Kevin. Hoi, Kevin. Dit is Caillou. Hoi. Wil je mijn kamer zien? Oké. Zullen we in je tuin gaan spelen? Ik heb helemaal geen tuin, joh. Maar ik heb wel een park waar ik iedere dag heen ga. Ik ook. Met schommels en een grote glijbaan. Wil je mijn park soms eens zien? Ja. Mag ik op het knopje van de lift drukken? Caillou snapte niet wat Kevin aan het doen was. Hij dacht dat Kevin hem het park zou laten zien. Caillou kon zijn ogen niet geloven. Zo'n uitzicht had hij nog nooit eerder gezien. Wauw. Alles leek zo ontzettend klein. Moet je daar eens kijken. Dat is mijn park. We zitten hier in de lucht bij de vogels. Kijk, je hebt hier ook veel mieren in je tuin. Caillou vond dat de mensen beneden net op kleine mieren leken. Precies zoals de mieren in zijn tuin. Ik ga een wolkenkrabber bouwen die zo hoog is dat hij de wolken raakt. Mag ik je helpen? Goed. Oké, Caillou, we moeten weer naar huis. Wauw, wat mooi. Wat hebben jullie gemaakt? Dit is een wolkenkrabber, mama. Zie je? Hij is heel erg indrukwekkend. Mag Kevin ook een keer bij ons komen spelen? Natuurlijk. Kevin en zijn moeder zijn altijd welkom bij ons. Als je komt, breng dan heel veel boekjes mee voor tijdens de autorit. Want het is een hele, hele lange reis. Dag! Vond je het leuk om bij Kevin te spelen? Kevins huis is heel anders dan dat van ons. Vind je niet, mama? Ja, dat klopt. Maar jij en Kevin hebben vast heel veel andere dingen gemeen. Dat klopt, ja. We hebben allebei mieren in onze tuinen. Mieren?